Goedemorgen iedereen. Excuses dat ik er niet bij kan zijn. Nu op afstand kunnen we toch elkaar al te weinig zien. Maar ik was er natuurlijk heel graag bij geweest. Basiskwaliteit natuur. Ongelooflijk belangrijk onderwerp, ook in Europa. We weten allemaal natuurlijk dat Europa grote ambities heeft op de Green Deal. Maar dat het nu wel heel erg neerkomt op wat bedoelen we nou precies met de Green Deal? Wat gaan we daaraan doen? En één thema zal zeker ook de komende maanden veel aandacht krijgen en dat is biodiversiteit. Als je gaat kijken naar de getallen in Europa, de cijfers, de staat van de natuur, die is gewoon slecht. De biodiversiteit neemt af in Europa en zeker in Nederland. Nederland doet het eigenlijk extra slecht binnen Europa, met name door onze zeer intensieve manier van het, eigenlijk onze hele leefomgeving. En die afname van biodiversiteit hebben we al heel lang beloofd dat we dat gaan stoppen. Het doel voor 2020, vorig jaar, zou zijn geweest het stoppen van het verlies van biodiversiteit. Nou, dat is ons absoluut niet gelukt. En we hebben dus nieuwe uitdagingen en heeft de Europese Commissie, Brussel, heeft aangekondigd, we gaan met een nieuwe biodiversiteitsstrategie komen. Daarin willen we nog meer natuur beschermen. Het getal van 30% wordt genoemd. En daarbinnen zelfs 10% strikte bescherming van natuur. Maar deze conferentie gaat terecht niet alleen over biodiversiteit en het beschermen van natuur, maar het gaat over iets veel belangrijkers daarachter, de basiskwaliteit van alle natuur. En dan gaat het natuurlijk over het beleid wat Europa ook maakt op luchtkwaliteit. Of hoe gaat het met ons landbouwbeleid? Hoe zorgen we ervoor dat die basiskwaliteit van de natuur beter wordt? Nou, die uitdagingen hebben we in Brussel. Dat wordt onder andere besproken bij landbouwsubsidies. Hoe gaan we die besteden? Nou, zoals altijd is dat niet al te best als we die onderhandelingen volgen. En is er dus ook straks een hele grote opgave voor Nederland. Hoe gaat Nederland straks eigenlijk die subsidies invullen? Hoe zorgt Nederland ervoor dat wij als Nederland die subsidies op een goede manier invullen, zodat die basiskwaliteit van natuur beter wordt? Dat zijn discussies die vanuit Europa spelen, die Nederland moet gaan invullen en die heel terecht ook door vogelbescherming nu op alle niveaus wordt besproken, gemeentelijk, provinciaal, stedelijk. Al die thema's, ongelooflijk belangrijk. Ik wens iedereen een hele goede dag en een discussie die ervoor zorgt zodat we straks betere natuur beschermd hebben, maar dat we vooral een betere basisbescherming van onze natuur hebben. Die basiskwaliteit staat voorop en ik wens iedereen daarop een hele goede dag en hopelijk zien we elkaar snel gewoon weer in het echt. Tot ziens.